Intussen heeft de Centrale Bank van Suriname in een persbericht aangegeven dat de Stichting Surinaamse Postspaarbank SPSB een onder haar toezicht staande kredietinstelling is die onderworpen is aan de werking van de wet toezicht kredietwezen 2011. Hiermee wenst de moederbank het publiek te informeren dat de SPSB volgens de regels opereert. Echter betreurt de Centrale Bank het vrijkomen van mogelijke interne communicatie die deze bank kunnen schaden. Zij is volgens het bericht reeds in overleg met de directie over deze kwestie en zal haar taken als toezichthouder steeds uitoefenen. De Centrale Bank van Suriname geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de wet toezicht kredietwezen zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de SPS-bank is niet in het geding en de Centrale Bank zal in nauw overleg met de directie blijven om deze kwestie tot een goed eind te brengen.